Ik wou gewoon alles stil hebben. En die Warhol die zei, everybody famous for 5 minutes. Maar ik denk dat in de tegenwoordige tijd is het ook everybody anonymous for 5 minutes. Ik heb 14 jaar lang heb ik met geen journalist gepraat, geen foto van mezelf toegestaan, niet meegedaan aan radio, televisie, zelfs kunsttijdschriften konden geen toegang tot me krijgen. Voor 1994 kon ik de media gebruiken om mijn verhaal duidelijk te maken aan de wereld, om te gebruiken voor publiciteitscampagnes, voor projecten die ik deed. Maar na die aanslag kon ik dat niet meer zelf bepalen, werd dat voor me bepaald. Dus ik was meer het slachtoffer geworden van het nieuws dan dat ik het nieuws bepaalde. Je werd beroemd en die beroemdheid die vloeide dan door en je werd steeds opnieuw bevestigd daarin. Maar dat werd steeds leger. Dat werd meer, je was beroemd omdat je beroemd was. Je was op de televisie omdat je op de tv was. Ik zag juist de enorme voordelen om zeg maar mijn werkelijke waardes weer terug te vinden. Weet je, om samen te zijn met mijn familie, met mijn vrouw, mijn werk, wat bijna niemand zag. Want het was alleen maar zichtbaar als het gereproduceerd werd, als het in de media kwam. Dus het is zeker niet dat ik dacht, ik moet weer in de media. Integendeel, ik dacht juist van, wat heerlijk dat ik deze rust heb. Wat heerlijk dat ik kan werken. Als ik de Rob Scholten van toen, zeg maar toen ik 18, 20 was, vergelijk met nu, dan zie ik natuurlijk de jeugdige overmoed, de arrogantie van het gelijk. Alles was goed. Je kijkt in de spiegel, je bent tevreden. Je bent gelukkig met je eigen lijf, met je eigen prestaties. En in één keer natuurlijk door die bom is dat helemaal veranderd. Is je mezelfbeeld helemaal vernield. En ik denk dat dat altijd is als je vol zelfvertrouwen bent en overtuigd van je eigen kwaliteit. Dat je gewoon toch een soort ego hebt. En ik denk dat met name als je dan een simpele trap niet meer op kan. Of als je in een wc niet inpast en dat je uit je stoel moet en met je handen door de pis om op die plee te komen. Dat je echt nodig moet pissen. Dat je dan een soort nederigheid krijgt die je alleen maar kan bereiken doordat je je ego eigenlijk opgeeft. En ik denk dat dat de grote leerschool is die ik heb doorlopen. Dat is een soort echt duurverdiende nederigheid. Een soort egoloosheid. En ook een soort niet willen oordelen. Toen mijn vrouw zwanger was van mijn zoon, weet ik nog, werd ik zwaar bedreigd. En ik weet nog dat ik in die tijd dacht, als ik hem nog maar kan zien lachen, weet je wel. Nu is hij 17 jaar oud, dus ik heb het 17 jaar als geschenk eigenlijk gekregen. Ik heb een hele korte toekomstverwachting. Ik probeer echt heel erg in het nu te leven. En ik denk dat het ook niet anders kan. Ik denk dat je niet in het verleden moet leven en niet in de toekomst. En ik denk dat je gewoon, je moet leven. Je hoeft helemaal niks. Ten eerste, dat is ook, men zegt altijd, kunstenaars moeten iets. Kunstenaars hoeven helemaal niks. Niemand hoeft iets. Je moet het woord moeten, moet je ook helemaal uit je vocabulaire proberen te halen. Je zou het moeten ontmoeten. Ontmoeten, dat zouden we moeten doen. Ik hoop dat ik nog heel veel mag ontmoeten. Weet je? En ik wil leven alsof het mijn laatste dag is. Zo compleet mogelijk, zo rijk mogelijk in indrukken. Ja, als het mijn laatste dag is. Het is mijn eerste dag. Dat is wat ik.